flight schedule still the same? Yes. Not bad. Okay, we'll meet you at the airport. I love you. I love you too. Excuse me. Mr. Amra El Ibrahim? Yes? Sir, we have an emergency message for you. What is it? Is this my wife? Is she all right? So who do we have over there? Douglas Freeman. You think you can do this? No one has told me why I'm here or what I've done. This is crazy! My guy at INS assures me that Anwar never entered the United States. He spent $70 during his flight. He was on that plane, Alan. CIA calls it rendition. Basically, the government has authorized the transfer of anyone they think might be a terrorist to prisons outside of the U.S. Prison. Explain the phone calls, then we can all get out of here. I can't. What? Explain the phone calls. It's not working. This is my interrogation. You observe nothing more. I need someone to look me in the eye and tell me exactly what it is they think. 7,000 people in central London alive tonight because of information we elicited just this way. Please don't walk away from me. You have my husband. Just tell me he's okay! Als je eerste indruk nu eruit komt, wat vond je ervan? Ik ben heel emotioneel eigenlijk. Ik moest heel erg huilen aan het einde. Het heeft heel veel indruk op me achtergelaten. Ik ben positief over dat ik het een hele mooie film vond. En het is een onderwerp waarin ik zelf al me heel erg aan stoor, zeg maar, wat er gebeurt. En het werd even hard op de feit gedrukt. Ik vond hem niet zo. Ik ben ook eerlijk gezegd eerder weggegaan. Ja, ik deed heel erg mijn best om in het verhaal te komen. Maar ik merkte toen op driekwart van de film dat het hele plot werd omgegooid. Dus dat het bleek dat de film een flashback was. Dat ik het misschien ook niet meer zo goed snapte. Ja, vooral ook omdat het best wel actueel is en zo. En ja, ik heb ook familie daar wonen. Dus ja, op een of andere manier raakt dat me wel heel erg. Ja, gewoon heel heftig echt. Hoe aan alle kanten zo'n systeem bedacht is, echt totaal scheef zit. En menselijk lijden is gewoon echt heel heftig om naar te kijken. Ik ben 5 minuten voor het einde weggegaan. Omdat ik dacht, nee, nu heb ik het gehad. Ik wil gewoon, ik wou het gewoon niet meer. Toen hadden we ook zoiets van, het gaat hier 1 uur dicht. We willen ook nog een biertje drinken hier in het café. Dus we dachten, het is nu kort, wanneer eindigt die film nou? Ja, je weet nooit waar je heen gaat als je naar een sneak preview gaat. Dus je gaat er heel licht in en weet je wel, biertje van tevoren en dan kom je in zo'n film. Dus ik was daar, was leuk. Ik vond het mooi dat het uit verschillende kanten werd belicht. En er waren ook verschillende verhalen die naast elkaar, zeg maar, liepen. Maar die niet chronologisch met elkaar klopten in de tijd. En daar kwam je later pas achter. Ja. Maar wat was dat dan? Wat, lag het aan de acteurs? Lag het aan de... Nee. Want ik vind Meryl Streep vind ik altijd heel leuk. Maar ik weet niet, ik ging me gewoon erger aan. Ik zat me te ergeren. Ik vond het allemaal heel lang. Vond dat het heel langzaam op gang kwam. Het was gewoon te traag. Ja, dat vond ik. En ja, het is gewoon niet echt mijn soort film. Heb je er nog iets, één woord om te beschrijven? Of? Heftig. In zekere zin ook wel heftig, toch wel, ja. Ja, niet echt een vrolijke film, maar dat is niet één woord. Oh ja, supergoeie film, absoluut.